een nieuwe video. Een tijdje terug liet ik al eens mijn favoriete producten zien. Dus de ultieme favorieten van het moment. Ik zei toen al, ik ga het niet iedere maand doen. En ik ga een beetje afwisselen met video's en met artikelen. Nou, de vorige favoriete was een artikel. Dus het is weer tijd voor een favoriete video. Ik ga je random allemaal favoriete producten van mij laten zien van de afgelopen tijd. Dit betekent trouwens niet dat oude favorieten geen favorieten meer zijn. Maar ik ga niet dingen 2 of 3 of meer keer laten zien. Ik ga je gewoon andere dingen laten zien die in de vorige video nog niet voorbij zijn gekomen. Goed, laten we beginnen met het eerste product. Gelijk volgens mij de grootste. En dat zijn deze schoenen van Under Armour. Natuurlijk heb ik er nog één, maar die ligt daar ergens beneden. Ik heb eigenlijk heel lang Nike Freeze gedragen. En die draag ik nog steeds met heel veel plezier. Maar ik merk dat ik bij het springen en bij het doen van hele heftige oefeningen. En bijvoorbeeld bij het squatten. Meer steun heb aan deze jongens. En daarom draag ik deze echt super graag. Ze zijn wat stugger dan Nike Freeze. Je kunt ze wat minder makkelijk buigen. En dat is waardoor ze ook meer steun geven. En dat vind ik super fijn. Dus deze schoenen van Under Armour zijn absoluut een van mijn favorieten. Dan nog een favoriet is droog shampoo. Ik kan echt niet meer zonder, jongens. Ik probeer, zoals jullie misschien wel weten, mijn haren ietsje minder vaak te wassen. Want als je sport, als je veel sport, dan kan je eigenlijk elke dag of om de dag sowieso wel je haar wassen. Maar dit goedje zorgt ervoor dat ik minder snel mijn haar hoef te wassen. Want ik spuit het er even in en het is gewoon minder vet. Of het ziet er in ieder geval minder vet uit. Ik spuit dit zeg maar erin na 2 dagen. Dan kan ik nog een dag verder en dan was ik mijn haar. Dus het stelt even het wassen net wat langer uit en daardoor blijft mijn haar gewoon gezonder en dat is natuurlijk top. Ik heb hier toevallig die van André Lon, want die hadden ze bij de supermarkt, maar andere soorten vind ik ook prima. Ik merk niet zo'n verschil op mijn blonde haar. Als je donker haar hebt, kan het nog wel eens een witte waas achterlaten, maar bij blond maakt dat eigenlijk helemaal niks uit. We gaan direct verder met misschien een beetje rare favoriet en dat zijn namelijk deze vitamine D pilletjes. Ik gebruik het in de winter eigenlijk altijd, omdat je vitamine D wordt normaal aangemaakt door je huid als je met de zon in aanraking komt. Nou ja, de zon is nu sowieso ver te zoeken, maar ik merk dat heel veel mensen in de winter langzaam een tekort krijgen in vitamine D. Vitamine D zorgt onder andere voor de opname van calcium in het bloed. Dus voor mensen die veel sporten sowieso heel belangrijk om je botten sterk te houden. Maar ik merk ook dat ik het idee heb dat ik wat lekkerder in mijn vel zit. Dat ik wat minder last heb van een winterdepressie, zeg maar. Niet dat ik dat echt heb, maar ja, je merkt het toch wel. Je kent het wel, een beetje donkere dagen, minder zon. Dan zijn we toch allemaal wat minder vrolijk. En deze pilletjes, denk ik, dat ze erbij helpen. En al helpen ze niet, dan is het mentaal. Maakt me helemaal niet uit, maar ik slik ze dus heel graag in de wintermaanden. Ik heb gewoon ETHOS vitamine D3 en ik slik 1 pilletje, oftewel 10 microgram per dag. Dan, dit kan je niet ontgaan zijn, gember om verse gemberthee te maken. En wat ik dan doe, ik snij een paar plakjes van deze jongen af en ik doe hem in heet water, gieter heet water overheen. Ik laat het even staan en dan drink ik het op. Ik drink het liefst meest basic. Je kunt er ook wat honing aan toevoegen, dan wordt het heel zoet. Dat is niet mijn favoriet. Ik heb het ook met citroen geprobeerd. Dat was een van jullie tips. Vond ik ook niet mijn favoriet. Ik heb het liefste gewoon pure gemberthee. Dan deze dropjes. Het zijn de kleine dropjes met stevia gezoet. En deze bevatten dus geen of nauwelijks suiker. Ik zit heel even snel te lezen. Nee, volgens mij zit er echt gewoon geen suiker in. One eternity later. Nee, wel een paar aroma's en concentraten van vruchten. En er zit dus stevia in, maar geen suiker. En ze bevatten gewoon veel minder calorieën dan normale dropjes. Ik wil niet zeggen dat ze heel gezond zijn. Ik wil ook niet zeggen dat je ze dagelijks moet eten. Maar ik vind dit wel heel erg lekker als ik een keer zin heb om een paar dropjes te eten. En ik wil niet te veel calorieën binnenkrijgen. Deze bevatten namelijk per 100 gram 233 calorieën. En een normale drop zit op ongeveer 450 calorieën per 100 gram. Dus dat scheelt echt wel. En ik eet dan bijvoorbeeld lekker zo'n half zakje leeg. En dan heb je nog maar steeds 100 calorieën binnen. En ik vind dat echt
top. Het stomme is dat ik er eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed tegen kan. Want door de zoetstoffen die erin zitten zwelt mijn buik gigantisch op. En krijg ik een heel opgeblazen gevoel. Maar af en toe maakt me dat gewoon eventjes niks uit. En geniet ik lekker van deze dropjes. Ik neem natuurlijk ook wel eens gewoon de ongezonde dropjes. Maar je kent het wel, die dagen dat je eigenlijk niet te veel wil snoepen. En toch even wat lekkers wil. Dan zijn deze echt mijn favoriet. Ik heb trouwens hier ook nog een andere variant. Want ze waren 2 voor de prijs van 1. En ja, dat kon ik natuurlijk niet laten liggen. Deze zijn ook heel lekker. Dit zijn salmiak hartjes die wat zachter zijn. Die andere waren drop en wijngum. En ik vind de dubbel zout ook heel lekker. En de muntdrop vind ik ook lekker. Dan de volgende favoriet. Deze kan je ook haast niet zijn ontgaan. En dat zijn pompoenpitten. Je ziet ze bijna dagelijks in mijn ontbijtje terugkomen. Ik vind het heerlijk om ongeveer 15 tot 20 gram van deze jongens te roosteren in een droog pannetje. En dan over mijn kwark te strooien met een klein beetje of met een stuk fruit erdoor. En dan heb je echt naar mijn idee het perfecte ontbijtje. Ik vind ze echt heel erg fijn. Ik koop ze gewoon in de supermarkt in een zak. En ik doe ze dan in een potje zodat ze wat langer goed blijven. Maar deze dus, die groene pitjes zijn pompoenpitjes en ik vind ze echt top. Dan weer even wat totaal anders en dat zijn dit soort elastieken. Mijn favoriete was de blauwe, maar die heb ik laatst kapot gemaakt. Omdat die, ik zette er te veel spanning op, toen knapte die, er zat al een klein scheurtje in. Maar ik moet dus even een nieuwe aanschaffen, want deze rekt me nog iets te veel. Die blauwe was ietsje stugger, die vond ik nog iets fijner. Maar hier kun je leuke oefeningen mee doen. Je zag het ook al eens voorbij komen in een aantal vlogs, dat ik er verschillende oefeningen mee doe. Ik vind het heerlijk voor variatie. Het voordeel aan een elastiek is dat je steeds meer kracht moet zetten naarmate het elastiek verder uitrekt. En dat heb je bij een normale krachtoefening niet. Weet je, je hebt altijd evenveel gewicht als je bijvoorbeeld een dumbbell pakt. Het wordt nooit zwaarder tijdens het doen van de oefening. Maar met deze elastieken dus wel. En dat vind ik super fijn trainen. Ook kun je er gewoon heel veel mee. Je kunt er alle kanten mee op. Dus zeker een van mijn favorieten de laatste tijd. Dan weer iets wat eigenlijk niet mega gezond is, maar aan de andere kant ook niet mega ongezond, zijn de Walden Farms siropen. En dan specifiek door warme melk met koffie erin. Ik doe dan warme melk met een klein beetje van deze siroop in de magnetron voor ongeveer 1,5 minuut. Ik pak nog 100 ml of 150 ml melk. 1,5 minuut in de magnetron en dan zet ik een kopje koffie daarin en dan roer ik het goed door. En dan heb je echt heerlijke zoete koffie. In deze siropen zit ook zoetstof, dus niet te veel gebruiken nogmaals. Maar ik vind het ook voor 's avonds, voor na het avondeten, als je toch eventjes wat anders wil hebben dan gewoon alleen maar thee of koffie of water, vind ik het echt heerlijk. Gebruik er dus niet te veel van, niet te vaak, maar voor af en toe vind ik het echt perfect. Je hebt deze ook in de pancake syrup. Ik heb nu de caramel syrup. Ik vind ze beide echt heel erg lekker. En ik bestel ze trouwens bij Body & Fit Shop. Dan nog iets van Body & Fit Shop. Dit is trouwens echt totaal niet gesponsord. I wish. Dus Body & Fit Shop, als je kijkt, ik hou me compleet aan mijn volen. Zijn de high protein muesli van Body & Fit Shop. Maar je kunt ze ook in andere webshops krijgen. Maar in ieder geval muesli dat rijk is aan eiwit. Ik merk dat ik veel sneller trek krijg als mijn ontbijtje heel rijk is aan koolhydraten. Maar als ik een heel eiwitrijk ontbijtje heb, dan heb ik dat totaal niet. Dus ik neem heel graag eiwitrijke muesli. Ik vind het heel erg fijn. En ik koop dat dus altijd, nou ja, bij Body & Fit Shop. Ik zal hier even een afbeelding plaatsen van de muesli. Want ik heb hem nu niet meer in huis. Hij is op. Dus ik moet hem weer even bestellen. Maar als ik hem in huis heb, dan gebruik ik hem echt super graag. En er zitten ook wat pitjes en zaden en wat andere kokosflakes zitten erin. Dus super. Dan compleet random Elstar appels. Dit zijn echt mijn favoriete soort appels. En tegenwoordig Albert Heijn heeft er ook van die leuke plakkertjes op gedaan. Hier staat op voor mijn schatje en hier staat op voor de mooiste. En dat maakt het natuurlijk helemaal perfect. Elstar appels zijn lekker zoet, lekker sappig. En ze zijn vaak ook nog eens hartstikke goedkoop. Dus zeker een favoriet. Dan deze shiny pants van de Bershka. Je zag hem al in mijn vlog voorbij komen. Je zag hem al op Instagram voorbij komen. Dus het kon niet missen. Dit is een favoriet. En eigenlijk om 2 redenen. De eerste is dat hij zo'n leuk glansje heeft. Ik was al heel lang op zoek. En eigenlijk naar een zwarte variant met zo'n glansje. Maar die kon ik nog niet de perfecte van vinden. En toen zag ik deze groene voor maar 20 euro bij de Bershka. Toen dacht ik, jij bent van mij. Jij gaat met mij mee naar huis.
De tweede reden dat ik er zo gek op ben, is dat hij high-waisted is. Hij is echt best wel hoog en hij komt echt tot op mijn navel. En dat drukt al je buikvetjes, zeg maar, niet dat ik zoveel buikvetjes heb, maar toch, het drukt het allemaal zo lekker plat en alle shirtjes glijden er zo mooi overheen. En je ziet geen hobbeltjes en bobbeltjes en ja, ik ben echt dol op deze broek. Oké. Er is nog één ding met zoetstof. Je zag het misschien al. De Optimal Griekse stijl koffie. Het is een wintereditie, winterseizoen. En ik vind hem echt zo lekker. Ik dacht eerst kwark met koffie, weet je, wat raar. Maar als je houdt van een beetje karamel, koffieachtige smaken, mokka smaken, dan moet je deze zeker eens proberen. Probeer. En ik dacht, ik moet hem nu wel in mijn video doen, want hij schijnt dus uit het assortiment te gaan als de winter voorbij is. En oh, ik zou echt, meneer Optimaal, alsjeblieft, hou deze in het assortiment, want ik vind hem echt zo lekker. Dus ga hem eens proberen, dat is mijn opdracht. Ook weer, er zitten zoetstoffen in, dus niet te veel, niet te vaak. Ik heb allemaal producten met zoetstoffen, maar af en toe is het prima. Dat waren mijn favorieten van het moment. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik zou het heel leuk vinden als je je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier door op mijn hoofd te klikken. En hier vind je twee video's die je misschien ook leuk vindt om te zien. En je kan me natuurlijk volgen op Instagram en op Facebook. Dat is allebei @optimavita. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei doei!